Ik ben Hilde van Keer en ik werk als professor aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent. Wist je dat we tussen ons 5e en 25e levensjaar zo'n 13.000 uren op de schoolbanken doorbrengen? 13.000 uren. Maar hoeveel van deze 13.000 uren hebben onderwijs gehad over leren hoe te leren? Bijzonder weinig. Hoewel we veel tijd spenderen aan leren, hebben we eigenlijk amper echt geleerd hoe we dat het beste kunnen doen. Dat is toch best vreemd. In een tijdsgeest van levenslang leren wordt nogthans verwacht dat we met z'n allen blijven leren. In de huidige informatiemaatschappij worden we immers geconfronteerd met exponentieel meer informatie dan eender welke generatie voor ons. We wisselen minstens één keer van job in ons leven en worden verplicht om steeds up-to-date te blijven van de steeds toenemende en veranderende hoeveelheid kennis rondom ons. Vraag maar aan eender welke arts of IT'er hoe hun dagelijks werk de voorbije 10 jaar is veranderd. Niet voor niets merkt de Toffler in deze context op dat de analfabeten van de 21ste eeuw niet degene zijn die niet kunnen lezen en schrijven, maar degene die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren. Kortom, als je bij wil blijven en optimaal wil kunnen functioneren in onze snel veranderende informatiemaatschappij, is levenslang leren de boodschap. Zelfs als je de schoolbanken al lang achter je hebt gelaten, moet je blijven leren. Daarom is het dan ook belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe je de uitdagingen van het leren het beste aanpakt. Meer precies moeten ze hun leerproces zelf in handen leren nemen. Vooraleer we in het onderwijs leerlingen kunnen helpen om te leren leren, moeten we echter beginnen bij het begin. In eerste instantie is het essentieel om te weten wat zelfregulerend leren precies inhoudt en allemaal omvat. In tweede instantie is het van belang om het zelfregulerend leren van kinderen en jongeren in kaart te kunnen brengen om het in derde instantie te kunnen stimuleren en bevorderen. Met deze video willen we jullie in 3 stappen verder op weg helpen om de ontwikkeling van het zelfregulerend leren van leerlingen te bevorderen. Stap 1. Zelfregulerend leren, wat is het? Als we zelfregulerend in de letterlijke betekenis bekijken, dan roept dat een beeld op van zelf aan het stuur zitten. En dat beeld is heel goed te gebruiken voor deze omschrijving. Stel je een leerling voor die zelf aan het stuur van zijn fiets zit bijvoorbeeld. Dan kan en moet hij vooraf de reisroute uitstippelen. Ook moet hij heel wat dingen zelf beslissen en in de gaten houden. Waar hij naartoe gaat, hoe snel hij rijdt, welke weg hij kiest. Gaat het om een langere tocht, dan zal hij bijvoorbeeld moeten beslissen wanneer hij even stopt om op een wegenkaartje te kijken, te controleren of hij nog op de goede weg is, enzovoort. Wanneer hij de verkeerde weg inslaat, moet hij na het vaststellen van deze vergissing het probleem zien aan te pakken, maar ook doorzetten, zichzelf moed inspreken en bijsturen om toch, en liefst tijdig, op de eindbestemming te arriveren. Achteraf zal hij evalueren hoe de fietstocht is verlopen en waar en waarom het onderweg precies is fout gelopen. Ongeveer dezelfde redenering kan gebruikt worden voor zelfregulerend leren in de schoolcontext en voor schoolse taken. Volledig zelfregulerend leren zou immers betekenen dat de leerling onder andere vooraf informatie verzamelt en een plan maakt om de leertaak aan te pakken. Beslist via welke strategieën hij zal leren. Tussendoor regelmatig controleert of hij nog wel goed bezig is en bijstuurt wanneer nodig. Doorzet wanneer het moeilijk gaat en zichzelf nadien evalueert. Voor het maken van een spreekbeurt bijvoorbeeld moet de leerling vooraf een onderwerp kiezen en afbaken. Een plan bedenken om de spreekbeurt aan te pakken, informatie verzamelen en beslissen welke informatie hij wel en net niet in de presentatie zal opnemen. Tijdens de presentatie zal hij de tijd moeten bewaken en zichzelf moeten inspreken misschien. Nadien zal hij zichzelf zijn aanpak en de spreekbeurt evalueren. Dit voorbeeld illustreert het begrip zelfregulerend leren, of kortweg ZRL, en de dimensies waaruit het bestaat. ZRL is het vermogen om je eigen leergedrag te reguleren. Het gaat over het actief proces waarbij leerlingen beschikken over de nodige cognitieve, metacognitieve en motivationele vaardigheden om leertaken aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Het samenspel of het hand in hand gaan van die 3 processen of dimensies is daarbij erg belangrijk en essentieel. De cognitieve dimensie verwijst naar de activiteiten of strategieën die je gebruikt om leerstof effectief te verwerken en te verwerven.
zoals bijvoorbeeld het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het linken leggen met voorkennis, het structureren, visualiseren en of samenvatten van leerstof, het herhalen of memoriseren ervan en zo verder. De metacognitieve dimensie verwijst naar het denken over je eigen denken en aanpakgedrag. Deze dimensie omvat alle activiteiten om je leerprocessen te plannen, te monitoren of te bewaken, bij te sturen waar en indien nodig, en tussentijds of aan het eind te evalueren. De motivationele dimensie tot slot verwijst naar de onderliggende redenen of motieven om bepaalde cognitieve en metacognitieve strategieën toe te passen en naar de activiteiten die je inzet om door te zetten en jezelf te motiveren. Ik benadrukte het al, je kan de drie dimensies of componenten niet los van elkaar zien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke dimensie op zichzelf is dus erg belangrijk, maar onvoldoende. In staat zijn om een mooie samenvatting of schema te maken van in te studeren informatie of efficiënte herhalingsstrategieën kennen, maar de planningsvaardigheden missen om er ook daadwerkelijk mee van start te gaan. Of om jezelf tussentijds te evalueren en bij te sturen als blijkt dat je aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, brengt je niet tot effectief en efficiënt leren. Evenzo, indien je wel cognitieve en metacognitieve strategieën kan toepassen tijdens het leren, maar niet gemotiveerd bent om ze in te zetten, zal je niet dezelfde voordelen halen uit het leren dan wanneer je wel beschikt over beide soorten strategieën en gemotiveerd bent om ze ook effectief te gebruiken. Omgekeerd geldt precies hetzelfde. Ben je wel gemotiveerd, maar beschik je niet over een flexibel in te zetten repertoire aan cognitieve en metacognitieve strategieën, dan zal je niet het maximale uit het leren halen. En de voordelen van zelfregulerend leren, die zijn talrijk. Zo is het verbonden met betere prestaties en slaagkansen op school en gemakkelijkere transities van lager naar secundair en van secundair naar hoger onderwijs. Maar ook ruimer dan dat, is het bovendien een cruciale voorwaarde om levenslang te leren en adequaat te participeren aan onze hedendaagse en snel veranderende maatschappij met telkens nieuwe uitdagingen. ZRL, wie kan het al, wie nog niet? Er wordt onterecht vaak van uitgegaan dat leerlingen pas vanaf het einde van de lagere school of zelfs pas in het secundair onderwijs in staat zijn om hun leerproces te reguleren. Niets is echter minder waar. Ook relatief jonge kinderen zijn hiertoe in staat. Zo toont onderzoek bijvoorbeeld aan dat zelfs kleuters de moeilijkheidsgraad van taken kunnen inschatten, maar ook bij relatief complexe taken en mits de nodige ondersteuning hun gedrag kunnen plannen, bijsturen en evalueren. Hier wordt in het kleuteronderwijs trouwens vaak veel werk van gemaakt en op ingespeeld. Waarom zouden we niet proberen om die lijn meer door te trekken in de lagere school? En de zelfredzaamheid en zelfregulatie van leerlingen verder een boost geven. Dat het belangrijk is om het zelfregulerend leren van leerlingen reeds in de lagere school te stimuleren, werd ook erkend in de leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren Leren en in de huidige aandacht voor leercompetenties als een van de 16 sleutelcompetenties die leerlingen zich meester moeten maken van het begin van kleuterschool tot het einde van het secundair onderwijs. Wanneer leerlingen de lagere school verlaten, wordt van hen verwacht dat ze hun leerproces zelfstandig kunnen reguleren. Maar in werkelijkheid is dat helaas enigszins anders. Recent onderzoek toont namelijk aan dat er nog een heel lange weg is af te leggen wat betreft het zelfregulerend leren van leerlingen in de lagere school. Een grote groep leerlingen ondervindt duidelijk moeilijkheden met het reguleren van hun leerproces, of ze zijn daar zelfs helemaal niet mee bezig. Ze gaan aan de slag zonder nadenken of plan, werken ongestructureerd en ondoordacht, verliezen tussenin vaak tijd en ze spenderen geen tijd aan de evaluatie van hun werk en of hun aanpak. Daarboven zijn de verschillen tussen leerlingen vaak heel erg groot. Dat alles hangt samen met het feit dat zelfregulerend leren zich vaak niet spontaan ontwikkelt. ZRL ontwikkelt zich immers doorheen een lang proces. Bij aanvang leren leerlingen vooral van de externe regulatie door anderen en door het regulatiegedrag van anderen te observeren. Vervolgens leren ze dit geobserveerde gedrag na te bootsen en in te oefenen in een gelijkaardige context waarin begeleiding en ondersteuning wordt voorzien. Hier spreekt men van co-regulatie. In een laatste fase reguleren leerlingen vervolgens zelfstandig hun gedrag ook in nieuwe contexten. Echte zelfregulatie met andere woorden. Denk in dit verband even terug aan het voorbeeld van de leerling op de fiets.
Een beginnende jonge fietser stuurt toch ook niemand alleen de straat op en al helemaal niet in druk stadsverkeer tijdens een regenachtige ochtendspits. Nee, als ouder of begeleider oefen je eerst samen op rustige paadjes en straatjes. Je fietst voor en staat model. Je legt expliciet uit waarom het belangrijk is om op bepaalde plaatsen te stoppen, extra uit te kijken en of in de gaten te houden wanneer het veilig is om over te steken. Pas als dat goed begint te lopen, ga je ook samen een wat drukkere weg op. Maar ook dan blijf je continu feedback geven. Blijf steeds goed aan de kant, kijk uit want het verkeerslicht kan op rood springen, dus we gaan hier al vertragen. Die vrachtwagen kan je niet zien, dus je blijft er beter achter. Pas later, en als je voldoende vertrouwen hebt in het inzicht en de vaardigheden van de jonge fietser, laat je los en kan hij het eens alleen proberen en ervaring opdoen. Eerst op vertrouwd terrein en voor korte tochtjes, om nadien meer en meer los te laten. Wel, net hetzelfde proces en een gelijkaardige stapsgewijze aanpak is aangewezen bij zelfregulerend leren. Niettegenstaande er nog een lange weg is af te leggen wat het ZRL-gedrag van leerlingen betreft, is er ook positief nieuws. En daarin spelen jullie als leraren en scholen de hoofdrol. Als leraar kan jij immers de tijd keren en leerlingen op weg helpen om zelfregulerende leerders te worden. Maar om het ZRL-gedrag van leerlingen te kunnen bevorderen, is het van belang om een aantal tips en tricks in de vingers te krijgen om dit gedrag te observeren of in kaart te brengen. Dat brengt ons trouwens naadloos bij de volgende stap. Stap 2. Hoe valt het in kaart te brengen? Vaak richten we onze aandacht onbewust op het meest zichtbare strategiegebruik van leerlingen. Of ze een planning maken, of en hoe ze hun markeerstift gebruiken, of welk soort samenvatting of schema ze in hun kladschrift maken, en of ze er daarbij in slagen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, dan wel zich verliezen in details. Hoewel dergelijke observaties bijzonder interessante informatie opleveren, mogen we ons niet alleen blind staren en baseren op dit zichtbare ZRL-gedrag. Probeer ruimer te kijken en leerlingen breed te observeren. Alvast enkele tips. Observeer leerlingen wanneer ze zelfstandig of in groepjes aan de slag gaan. Dit zijn rijke observatiekansen die je absoluut niet mag laten liggen. Het is niet het moment om snel wat toetsen te verbeteren, kopieën te gaan nemen of het klasaquarium van vers water te voorzien. Nee, ga net kijken en luisteren. Hoe beginnen ze aan een taak? Lezen ze wel de opdracht? Stellen ze doelen? Hoe pakken ze opdrachten precies aan? Op welke manier gaan ze te werk? Evalueren ze tussentijds en of aan het eind of net helemaal niet? Laat leerlingen ook klassikaal vertellen over hoe ze een opdracht hebben aangepakt en laat hen in discussie treden. Welke stappen heb je ondernomen om de opdracht tot een goed einde te brengen? Heb jij de opdracht ook zo aangepakt? Waarom niet? Wat werkt voor jou het best? Het delen en gezamenlijk redeneren over een aanpak werkt immers inspirerend. Stel leerlingen daarbij ook gerichte vragen en confronteer hen eventueel met de observaties. Wat leerlingen denken of zeggen te doen, strookt namelijk lang niet altijd met hun daadwerkelijk aanpakgedrag en wat jij als leraar dus observeert. Er zijn kinderen die zichzelf onderschatten, maar de meerderheid van de leerlingen overschat zichzelf schromelijk bij het maken van een inschatting van hun eigen zelfregulatiegedrag. En wie denkt goed bezig te zijn, die stelt uiteraard zijn of haar aanpak ook niet bij. Dat doorprikken en leerlingen tot een meer realistische inschatting van hun zelfregulerend leren brengen, is erg belangrijk. Laat leerlingen verder ook tijdens taken hardopdenkend verwoorden welke strategieën ze gebruiken en hoe ze te werk gaan. Besteed daarbij aandacht aan het hoe, wanneer en waarom van hun strategiegebruik. Tot slot kan je leerlingen ook vragen om hun strategiegebruik in te schatten aan de hand van bestaande vragenlijsten, die peilen naar hun motivatie en naar de strategieën die ze gebruiken bij het uitvoeren van bepaalde taken. In de toolbox vinden jullie wat dat betreft alvast wat inspiratie. Vragenlijsten bieden jou als leraar niet alleen inzicht in het zelfregulerend leren van leerlingen, ze wakkeren ook hun bewustzijn aan. Bovendien kan je ze gebruiken als input voor een klas, groeps of een individueel gesprek. Een belangrijke bedenking en richtlijn bij dit alles: probeer het ZRL-gedrag van leerlingen te bestuderen tijdens verschillende taken, opdrachten, vakken en op meerdere momenten.
Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling die leerlingen wel of net niet doormaken vast te stellen doorheen de tijd. Dit brengt ons bij stap 3, ZRL en hoe het te bevorderen. Eenmaal je zicht hebt op het ZRL-gedrag van je leerlingen, kan je je focussen op de volgende stap en uitdaging, namelijk het stimuleren en optimaliseren ervan. Daarbij is het van belang om een aantal algemene richtlijnen in het achterhoofd te houden. Ten eerste, afzonderlijke uren of lesjes leren kunnen zinvol zijn om gericht aan ZRL te werken, maar ze volstaan echt niet. Dat leren en studeren een hot topic is tijdens toetsen en examenperiodes, zien we in de media. Maar enkel dan studeertips aanreiken of een voorafgaandelijke lessenreeks aanbieden, brengt geen duurzame veranderingen teweeg in het leer- en aanpakgedrag van kinderen en jongeren. Leerlingen moeten zich immers de geleerde strategieën echt eigen kunnen maken en het gebruik ervan leren vertalen naar specifieke leercontexten of taken. Niet voor niets is de leercompetentie geformuleerd als een transversale sleutelcompetentie. Leren gaat altijd ergens over en wordt dan ook beter niet enkel geïsoleerd aangeboden. De transfer van geleerde strategieën verloopt gemakkelijker indien leerlingen strategieën leren toepassen op gevarieerde en specifieke taken. Ten tweede, samen sta je sterk is een veelgebruikte slogan die voor het bevorderen van ZRL des te meer geldt. Om duurzaam aan ZRL te werken, heb je je collega's echt nodig. Zelfregulerend leren is immers een complexe vaardigheid die zich slechts geleidelijk aan ontwikkelt. Focus daarom niet enkel op het bevorderen van ZRL in de derde graad van de lagere school. Een doorgaande leerlijn is een absolute must. Je moet leren als het ware meenemen als aandachtspunt bij wat je doet, les na les, maar ook leerjaar na leerjaar. Je kan als team dan ook niet stellen dat er op school voldoende aan leren wordt gewerkt als dat zich beperkt tot de lessenreeks over hoe studeren. Om het zelfregulerend leren van je leerlingen te bevorderen, bouwen jij en je collega's best 3 pijlers in. Ten eerste, voorzie bewust strategie-instructie. Men spreekt hier ook over directe, expliciete instructie van zelfregulatiestrategieën. Leg concreet uit welke strategieën leerlingen kunnen toepassen, waarom ze van belang zijn, maar ook wanneer en hoe ze deze strategieën kunnen hanteren. Strategiekaarten en of posters kunnen zowel jou als de leerlingen daarbij een houvast bieden om het leerproces te structureren en stapsgewijs aan te pakken. Bovendien kan je hier ook tijdens om het even welke les makkelijk naar verwijzen wat de kans op transfer bevordert. Sta als leraar bovendien ook model en wees het goede voorbeeld. Overlaat je leerlingen bijvoorbeeld niet met vage verwachtingen als vergeet niet te plannen, zonder hen ook concreet te tonen hoe zo'n planning er precies kan uitzien en deze samen met hen vorm te geven. Demonstreer stap voor stap de gewenste zelfregulatie en verwoord je denkproces hardop. Vertel hen en laat zien welke strategieën je gebruikt en op welke manier je ze toepast. Ten tweede, creëer krachtige leeromgevingen die zelfregulatie van nature uitlokken en waarin leerlingen zelfregulerend leren ook echt in authentieke contexten kunnen oefenen. Het spreekt immers voor zich dat leerlingen niet tot planning kunnen komen als alles voor hen is voorgepland. En ze komen niet tot zelfevaluatie als daar nooit gelegenheid toe is en de leraar de evaluatie altijd strak in eigen handen houdt. Men spreekt hier over het belang van indirecte instructie van ZRL. En de literatuur wijst op een aantal belangrijke handvaten die je kan meenemen in je klaspraktijk. Bouw met andere woorden leeromgevingen uit waarin leerlingen onder begeleiding het gedemonstreerde ZRL-gedrag kunnen inoefenen. Voorzie daarbij open en uitdagende opdrachten die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Deze opdrachten zijn bovendien de ideale gelegenheid om het strategiegebruik van leerlingen te observeren. Wat lukt er al? Wat gaat moeilijk? En voorzie de leerlingen tussendoor van constructieve feedback. Bied leerlingen daarbij ook keuzes aan. Dit kan je inbouwen onder de vorm van de volgorde waarin leerlingen opdrachten aanpakken, maar ook waar en met wie, alleen, in duo of in groep, ze deze kunnen aanpakken. En stimuleer bij dit alles ook reflectie. Dit kan je doen door samen het verloop en de vooruitgang van opdrachten te bespreken, maar ook bijvoorbeeld door korte reflectievragen toe te voegen aan opdrachten.
Stel daarbij geen gesloten vragen, als is de taak gelukt, maar wel vragen als, wat heb je precies gedaan om de taak tot een goed einde te brengen? Waar botste je tussendoor tegenaan en hoe ging je daarmee om? Tot slot wijst de derde pijler op het belang van aangepaste ondersteuning. Ondersteun de leerlingen waar nodig en probeer daarbij zoveel mogelijk te differentiëren in tempo en taken en je begeleiding aan te passen aan de noden van de individuele leerlingen. Een leerling die reeds sterk ZRL-gedrag vertoont, vraagt een minder intensieve ondersteuning dan een leerling met minder ontwikkeld ZRL-gedrag. En houd in het achterhoofd dat leerlingen elkaar ook onderling kunnen ondersteunen. Bouw geleidelijk aan je ondersteuning in de zin van feedback, hints, uitleg, demonstraties of vragen af, zodat de leerlingen het geleerde ZRL-gedrag kunnen internaliseren. Zoals eerder aangegeven, ontwikkelt het ZRL-gedrag van leerlingen zich doorheen een proces. Dit impliceert dat ook de rol van jou als leraar mee dient te veranderen doorheen dit proces. Terwijl je in de beginfase eerder de rol van model opnam, dient je doorheen de tijd meer de rol van coach op te nemen. Ga echter niet onmiddellijk van alles naar niets, maar introduceer stapsgewijs je nieuwe rol. Deze pijler illustreert nogmaals het belang van het inbouwen van een ZRL-leerlijn. Voor jou als leraar betekenen de bovenstaande pijlers vaak kleine veranderingen die je doorvoert in je praktijk. Maar voor de toekomst van je leerlingen betekenen deze veranderingen wel een wereld van verschil. Dus, waar wacht je nog op? Verzamel je collega's rond de tafel en bouw samen een ZRL-leerlijn uit.